Yo, VacuGamers, Lash hier. Welkom terug bij meer Call of Duty World at War. Mijn vrienden, de soldaten, die zijn hem ondertussen al gesmeerd, want wij zijn nog steeds bezig hier om het vliegveld van Peleliu Island in te nemen. En zij konden blijkbaar niet wachten. Ik vond het prima om even te wachten, maar ja, zij hadden er echt geen zin in. Zij wilden gewoon een beetje Leroy Jenkins-stijl erin gaan, dat moeten ze helemaal zelf weten. Maar dan krijgen ze dus zometeen ook wel klappen van tanks en geweren en andere dingen. Dus dan moeten ze niet bij mij komen klagen als ze zometeen pijn hebben omdat er een kogel in hun kop zit. Ja, duidelijk? Oké, mooi. Yo, tank. Trumper, Thumper. Leuke naam voor een tank. Hebben we nog meer tanknamen? Banzai. Je mag niet Banzai doen, jij moet gewoon hartstikke dood. Oh shit. Moeten we eerst de tanks op gaan ruimen? Waarom moeten wij altijd alles doen? Ik word een beetje verdrietig van dat soort dingen. Hoi. Dat is 1 als het goed is. Een harde tank. Dat is 2 als het goed is. Nee, toch niet. Oh, jongens, ik zie ze niet. Als jullie aan het schieten zijn, dan zie ik ze niet. Dat is... Wat een harde tank, man. Nee, niet de vlammenwerper. Die wil ik houden. Deze. Geef mij bezoeken. Nee. Goed zo. Die wil ik hebben. En nou, waar is dat ding? Waar dan? Ik zie hem niet. Ik zie hem niet, jong. Dat ziet eruit als een tank van de tegenstander. En dood. Doe kapot gaan. Godverdorie. Dat is er eentje van de Japanners. Duidelijk. Duidelijk. Nog één. Die staat daar ergens. Recht voor mijn neus. Maar ik zie hem niet. Oh daar, stinkert. Stiekem het ging erachter staan. Wat een harde tank, man. Nou, ammo. Ja, kan me dat nou schelen? Ik wil gewoon even dat ding kapot knallen. Die vlammenwerper die komt straks wel weer. Jij mag ook best wel helpen, vriend. Je hebt ook een ding. In plaats van dat je nou op die tank schiet, in plaats van op een soldaat. Hoeveel van die dingen heeft hij nou al ontvangen, die tank? Dit is de vierde. Moet ik ergens op een bepaalde plek op die tank schieten of zo? Op zijn banden. Ik schiet toch op zijn banden? Dat doe ik. En vullen dat ding. Huppakee. En door. Waarom gaat die tank niet kapot, jongens? Ik ga van wat dichterbij. En waar dan? Ik zie hem niet. Oh, daar. Hoi. Goed zo. Hè. Doe ik 5 granaten. Weet je wat, mogen jullie de laatste hebben. Alsjeblieft. Mis. Mis omdat ze op me schieten. Kut. Rennen. Rennen, Miller. Ren alsof je nog nooit gerend hebt. Hoi. Mis. Gaan we weer mijn granatending wel weer halen. Hoor je dat granatending? Nee, geen granatending. Dat mijn M1 of zoiets dergelijks. Die lag hier toch nog? Ja, die had ik hier laten liggen. Kijk. Even herladen. Jongens, jullie twee even oplossen. Ik moet even herladen. En dan gaan we weer hallo vangen. Whee! Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, hou en ontplof eens even, ga eens even dood, allemaal, het liefst op een zeer pijnlijke manier. Waar zitten ze? Ik zie ze echt niet. Oh, daar! En daar, en daar, dat waren de twee in één keer. Goed bezig, Miller, en daar, en daar, en daar, en daar. En jij moet ook... Hoeveel zijn er daar? Waarom gaan ze niet gewoon allemaal dood? Ze weten toch al dat ze uiteindelijk doodgaan, dus ze hebben geen enkele kans. Ik ga niet in één keer opgeven, omdat zij hier toevallig zitten. Ze weten dat ze geen kans maken, dus waarom doen ze het? Het is een computerspelletje, en in een computerspelletje win je uiteindelijk altijd. Tenminste, dat is wel een beetje de regel. Dat je een computerspelletje wint. Zijn er ook computerspelletjes die je niet kan winnen eigenlijk trouwens? Ik ben benieuwd naar. Zullen die er zijn, hè? Is dat Miller of niet? Nee, dat is niet Miller. Miller ben ik zelf. Wacht even. Waar zit hij? Kom dan. Oh nee! Daar! En daar. Daar zag ik er nog eentje. Stinkert. Gotcha. En jij? Ja, ik ben bezig. Doe rustig aan, man. Oh, maar die haast van die sergeant. Ik kan nog eens een keer rustig wachten, die gozer. Als hij nog gewoon eens even rustig wacht en een beetje meehelpt... Dan zou het misschien nog een beetje sneller gaan. Maar nee, het duurt allemaal zo lang voor die gast altijd. We moeten het altijd zelf oplossen. Weet je wat, we gaan gewoon met onze vlammenwerper erin. Go! En dood, en dood. Is er meer vuur om te stoken hier? Ik hou van ontzettend van vuurtjes stoken. Ik heb het nog nooit gedaan vroeger, maar ik hou er ontzettend van. Hallo! Ja, ik ben bezig. Man, zeur niet zo.
Ik ga die gast even bij de majoor aandragen dat hij niet zo moet zeuren, want ik word een beetje helemaal knettergek van die gozer. Elke keer is hij in het zeik. Ik doe het nooit goed bij die gast. Weet je wat, geef mij dan deze maar. Zo, los ik het hier wel weer mee op. Nee, mag niet. Go leren, granaat. Auw, ik zag hem. Hij kwam niet weg. Hij wilde niet weglopen, die Miller. Hij dacht, oh, granaat, lekker aan het chillen. Zijn we nou hier weer? Oh, wacht, we zijn hier. Ik moest even zoeken waar we nou precies waren. We zijn gewoon hier natuurlijk. Hallo. Oh, dat is een goede planning, Miller. Miller, waarom zeg ik elke keer Miller tegen die gozer? Hij is Rubak. Zo, die hebben weer wat anders aan hun hoofd dan op mij schieten. Hé, hey, dus even niet van boven schieten, dat is laf. Recht in mijn gezicht als het even kan. Hallo. Gezellig hier. Ja, er zijn er meer, dat zie ik ook wel, ja. Dat zie ik ook wel dat er meer zijn. Ga aan de kant, ik moet schuilen. Jongens, nu jullie het even oplossen. Alsjeblieft. Please. Zo, ik dacht toch echt dat ik net een machinegeweer had. Sorry, Griffith. Het was niet mijn bedoeling, jongen. Waar zijn mijn kogels gebleven? Ik dacht toch echt dat ik meer kogels had. Zo. Hoppa. En waar zijn ze? Nou, ammo? Ja, lullig. Hoe kom ik nou in één keer weer aan mijn ammo? Waar is mijn ammo gebleven? Ja, dat zie ik ook wel dat we de nearly there zijn. Doe maar even swappen, kom. Ik heb een geweer nodig, maak jij wat voor? Handpistool, ook prima. Koleertjes, hé. Waar zijn die geweren gelaten? Oh, hier. Hallo. Kogels, mag die ook? Ziet eruit als een doos met kogels, mag ik vast wel een paar van lenen. Oh, mis. En dood. En dood. Use de triple 55. Ah. En nu zijn jullie van mij. Nu zijn jullie van mij. Zo, als ze dat overleefd hebben, zijn het ontzettende super Japanners. Oh, ze hebben het ook echt overleefd. Wat een aapjesje. Wat een krachtpatsers. Hier, vangen. Eat my nade. En jij moet dood. En jij moet dood. Hoppa. Let's stoke een fikkie. Let's stoke een fikkie. Oh ja ja. Niet zo gillen, jongens. Niet zo aanstellen. Alsjeblieft, zeg. Ja, nice work. Doe maar even bellen. Geef de majoor. Geef de majoor maar even aan de lijn. Raad eens wie het op mag lossen. Doet hij nou? Ga lekker even onze locatie aangeven, man. Dan weten ze toch meteen waar we zitten. Zo, ik heb zo'n vermoeden dat we die barrels nodig hebben. Oké, okay. Reinforcements. Ik zorg wel weer dat die reinforcements niet aankomen, maar ik los het wel weer op. Zo, en jij? Oh, ze komen ook met tanks. Nou, daar werkt die ding niet tegen. Ja. Leuk, maar ik zie ze niet. Oh jawel, ik zie ze wel. Ik zie ze allemaal daar. Dit geweer trilt te hard, daardoor zie ik ze niet. Kunnen ze een geweer uitvinden die niet trilt? Oh, mijn geweer is overweerd. Kutzooi. Hij doet het niet meer. Ja. Waar dan? Hé, hey, dus niet. Ja, leuk. Moeten ze zeker doen. Maar ik zie ze niet meer. En ze schieten behoorlijk hard. Ja, ik zie... Nou, hoe kan ik nou op ze schieten als ik ze niet eens zie? Moet ik gewoon maar een beetje in het wilde wegschieten dan. Dat is... Ik zag ze toch niet? Je bent killed bij het tankshell. Nee, die zag ik ook niet aankomen. Nou, nog een keer. Hoppakee. Deze keer ga ik die tanks op afstand houden. Jij dood, en jij dood, en jij dood. Misschien moet ik juist niet op die dingen schieten. Ja, leuk. Maar als die tanks aan het schieten zijn, ik zie ze toch echt niet hoor. Rot eens op met die tanks. Ga lekker buiten spelen met je tanks. Niet hier. Alsjeblieft zeg. Hoe moet ik die tanks nou weer afschieten? Heb ik... Ach, shitje. Doe deze maar even. Hallo. Ja, ik ben gewoon echt aan het sprayen. Ik heb geen idee of ik wat raak, ja of nee.
Ja, hallo. Hallo, hé. Ik zie toch niks. Andere manier. Schieten en loslaten, schieten en loslaten, schieten en loslaten. Waarom ontploft de boel hier steeds? Als ik dan gewoon een beetje... Ja, leuk! Maar die tanks werken niet echt mee. Even anders oplossen. Eerst even die tanks, jongens. Eerst even oprotten met die tanks. Zo, dat is 1. Dat is 2. En waar is 3? Ja, ik zie 3 niet meer. Nog een keer. Eerst die tanks oplossen. Ik word die gasten wel zo ontzettend zat. Die rot tanks, ga weg met die dingen. Zet ze maar lekker in een museum neer of zo, maar ik hoef ze niet. Dan weet je dat vast. En waar is de tweede? Huppee. Dat was ondertussen mijn telefoon die even lekker aan het afgaan was. Even niet, ik moet tanks afschieten. Zo. Rustig, Lars. Die Japanners bedoelen het niet zo erg. Ik ga eerst los met dit ding. Dan die, dan een tank en dan wegwezen. Hup, schiet. Als ik niet eens de kans krijg om te schieten, jongens, is het ook wel een beetje oneerlijk, hè? Vind je zelf ook niet? Dat is 1. Oké, en wegwezen. Even gezondheid krijgen. Dat mag niet. Zo, weg met jou. Even liggen, even gezondheid. En dan gaan we terug naar de tank. Wie schiet er nou de hele tijd op mij? Hij. Of niet? Nee, hij. Waar dan? Ik zie ze niet. Oh jawel, hem. Hij was het. En weer door. Ik ben even heel druk bezig, jongens. Ik heb geen tijd om te lullen. Ik heb geen tijd om slappe verhalen af te steken. Ik ben heel druk bezig met Japanners te slachten. Dat moet ook gebeuren. Hoppa. Oké, dat waren de tanks. We hebben geen last meer van tanks. Hoppakee, goed bezig jongens. Dat is effectief. Waarom moest het nou zo lang duren? Waarom moest het nou lang zo lang duren voordat die vliegtuigen hier waren? Huh? Goeie zaak. Vaco Gamers, daar ga ik het bij laten. Vergeet niet om een groen duimpje achter te laten. Wij zijn gaan naar Rusland. Hey! Private Reznov, dat is de vriend van Vakunov. Alala, alala. Hé, maar daar gaan we het bij laten. Vergeet geen groen duimpje achter te laten. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Kijk ondertussen even naar deze cutscene waarin jullie kunnen zien dat we lekker naar Stalingrad gaan. En die mensen hebben het heel erg zwaar. Dan zie ik jullie de volgende keer bij meer Vaco Games als wij onderweg gaan naar Rusland. Mazzel!